De aankondiging van de scheiding tussen Bonnie St. Clair, 73, en Anne-Jan Jongbloed, 53, verraste velen, gezien de diepe band die ze deelden. Maar Bonnie laat weten dat ze juist optimistisch naar de toekomst kijkt. Het gaat juist fantastisch, deelt ze met Story. Het echtpaar Bonnie en Anne-Jan leefden lange tijd langs elkaar heen vanwege hun drukke werkschema's. Anne-Jan werkte vaak 's nachts als taxichauffeur, terwijl Bonnie optredens had die haar overdag en 's avonds bezig hielden. De twee besloten dat het beter was om te scheiden en apart te gaan wonen. Bonnie legt uit, we zaten elkaar in de weg. Ondanks de scheiding blijven Bonnie en Anne-Jan goed contact houden. Dit heeft deels te maken met hun gedeelde verantwoordelijkheid voor hun hond, Bibi. Bonnie brengt regelmatig tijd door in Anne-Jan's appartement in Bergen, waar ze ook kan overnachten. Alles verloopt soepel en vriendschappelijk tussen hen. Op de vraag of Bonnie zichzelf ooit met een andere partner ziet, antwoordt ze, op dit moment niet, maar wie weet hoe het over een paar maanden zal zijn. Ik ben niet het type dat online gaat daten, ik ontmoet liever mijn partner toevallig. Dus wie weet, misschien slaat de vonk ergens anders wel over. Maar op dit moment ben ik daar niet mee bezig.